Ik denk dat we al veel met China te maken hebben. We krijgen nog meer met China te maken, maar we hebben al heel veel met China te maken. Op het gebied van handel, op het gebied van de economie, met name sinds de jaren 80. En gelukkig zien we dat de laatste tijd ook vertaald in meer academische uitwisselingen. Uitwisselingen tussen universiteiten in China en Europa. De Universiteit van Groningen heeft al heel veel te maken met Chinezen. Met Chinese studenten, om precies te zijn. Hoogleraar Jan van der Harst is co-directeur van het Dutch Study Center Fudan Groningen, waarin uitwisseling tussen studenten en kennis plaatsvindt. Chinese studenten die weten het een en ander van Nederland en Europa, zal ik maar zeggen. Dat komt omdat de economische contacten natuurlijk verregaand zijn, de handelscontacten. En daarnaast valt me op dat ze graag iets willen leren van Europa. Ik geef jaarlijks cursussen aan de Fudan Universiteit. En het valt me op dat de studenten bijvoorbeeld zich bezighouden met zaken die in Europa op een bepaalde manier georganiseerd zijn. En dat men wil kijken van hoe kunnen we dat in de Chinese praktijk eventueel gaan toepassen. Om een voorbeeld te geven, de gezondheidszorg, de organisatie van de gezondheidszorg en de financiering van de gezondheidszorg in Nederland. Chinese studenten vinden het fascinerend om te zien hoe dat gebeurt. En ook hoe dat kan worden toegepast op de Chinese praktijk. Dus zij krijgen binnenkort hetzelfde stelsel als wij? Nou, dat is nog even afwachten. We hebben daar te maken met 1,3 miljard mensen. Dus om dat op dezelfde manier te organiseren, dat is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Maar zeker voor een stad als Shanghai, een welvarende stad als Shanghai, daarvan kan men natuurlijk goed kijken van wat gebeurt er in een land als Nederland en wat is daar bruikbaar voor onze eigen maatschappij. Van der Harst ziet veel verschil tussen Nederlandse en Chinese studenten. Nederlandse studenten staan bekend als nogal assertief, participerend in de colleges, bijdragend aan de discussie. Chinese studenten zijn wat afwachtender, wat terughoudender, wat schuchterder. Verder valt me op dat de Chinese studenten competitiever zijn. Ze gaan graag voor het beste resultaat. Het gaat in China niet om het zesje of zelfs niet om het zeventje, maar om zo goed mogelijk te scoren. Terwijl Nederlandse studenten nog wel eens geneigd zijn om met een voldoende of een krappe voldoende genoegen te nemen. Dat is in China bepaald niet de praktijk. Wat me verder opvalt is dat in China het accent meer ligt, en dat heeft met het onderwijssysteem te maken, meer ligt op het aanleren van kennis dan van vaardigheden. Deze eeuw wordt volgens velen de eeuw van de Aziatische economieën. En dat is niet problematisch volgens Van der Harst. Ik denk dat we veel te maken krijgen met China. Er is een Singaporese professor geweest, Mabubani, die onlangs een bekend boek heeft geschreven, waarin hij schrijft over de 21ste eeuw als de Aziatische eeuw. Waarbij landen als China, India en Japan het voortouw nemen. En waarbij Europa en de Verenigde Staten zullen achterblijven. De vraag is natuurlijk of dat beeld niet wat gechargeerd is. Maar ik denk wel dat we er rekening mee moeten houden dat Azië steeds belangrijker en machtiger wordt. Dat is niet alleen erg, daar liggen ook kansen. Kansen ook voor de Europese en Chinese universiteiten om samen te werken. Ik denk dat we nog heel veel van elkaar kunnen leren.